Laura is... goed gedaan. Filip, wie nomineer je? Ik nomineer Laura. Ik nomineer Laura. Bij de vorige nominatie heb ik haar ook genomineerd. Om een reden dat ik haar stil vond. Niet actief met het spel. Haar geheim is geraden. Dat betekent dat ik niet meer op Laura kan drukken. Waardoor zij voor mij ook een gevaar wordt. Ik kan niks bij haar leeghalen, maar ze kan mij wel, mijn kluis wel leeghalen. Ik nomineer Sharon. Sharon? Er is niet echt een persoonlijke klik tussen ons twee. Omdat ik haar heel erg tegen vond vallen na de bekendmaking van het geheim van Laura en Guido. Mijn tweede nominatie is Sophia. Ik nomineer Sophia omdat ze nu ongeveer al 3,5 week naar mijn weten het spel niet speelt. Ze heeft 20.000 euro in de kluis en ze doet er nog vrij weinig mee. En heb ik nog steeds het vermoeden dat zij misschien iets met Gerard heeft. Mocht dit inderdaad de waarheid zijn, dan vertrouw ik erop dat de kiezers haar in het spel zullen laten. Dan is het voor mij een extra eventueel pluspunt om te weten dat wat ik denk misschien waar is. Wie nomineer je? Sophia, omdat het zeg maar tussen mij en Sophia geen samenwerking is op welk vlak dan ook. Mijn tweede nominatie is Aafke. Ik vind het een hele lieve meid, maar ik spreek haar echt het minst op de dag. En dat is voor mij een reden om haar te nomineren. Sophia! Ik neem dat een pizza krijg. 3, 2, 1. Sophia! Ja, ik heb op de wc. Ja, ik moet het dan gewoon in mijn kut doen. Duidelijk. Gewoon in mijn kut.